Er wordt vandaag hard gewerkt om alle teruggevonden goederen te controleren en weer klaar te maken voor de export. Gelukkig is het gros van de producten die zijn gestolen onbeschadigd teruggekomen. Als je kijkt naar gereed product, zat in kisten, ongeschonden. We hebben onderdelen terug. De jongens van het magazijn werken vandaag en die sorteren dat uit, zodat we dan ook echt in kaart kunnen brengen wat er definitief nog mist. En ook die zaken, dat ziet er goed uit. De gestolen goederen zijn zeer waarschijnlijk met vrachtwagens afgevoerd, want het gewicht en de hoeveelheid is niet niks. De politie heeft de spullen in een loods in Enschede teruggevonden. De inbraak is gedaan met behulp van een toegangscode en dat laat een vervelend gevoel achter bij Hinzeveld. Men zou binnengekomen zijn met een code, maar we hebben ook codes voor externe mensen. Dus ik denk dat we dat aan de recherche over moeten laten. Die hebben perfect werk verricht. Het is toch wel een beetje een naar gevoel dat ze met een code dat het dan toch bekenden zijn? Dat is zeker een naar gevoel. Of dat bekenden zijn of in de nabijheid van bekenden, daar word je niet blij van. Dus, voor zover bekend is er nog niemand aangehouden voor de diefstal.